Op een toeg. Er gebeuren altijd de plezantste dingen, hè. Ze stoekte erover uit of weer een deel mannen op de toeg. En er is dat er een bij. En die een flutje bij. Die zei, zei jongens, zei hem, als ik op dat flutje bloos, daar kan ik naar alles stijf mee maken wat dat slap is. Natuurlijk, alle mannen die een toeg, die lacht ermee, die vinden dat belachelijk. Hij zei, jongens, je kunt niet geloven wat geld ik er allemaal verdiend heb. Hij zei, ik float. En dan pakt er er een tussenuit. Hij zei, kom, ga, zei hem. Ah, flut op dat flutje. En werkelijk, mensen, die stotter met een straven adem. Die kan zijn adem niet meer bougeren. Die zei, hey, geen zin vrij. Nee, ze hebben zich gerust, die flut terug. En die adem is terug normaal. Dat er toch een oude mens tussen. Die zei, hey, kun je dat mee alles? Zei die jozen, hè? Hij zei, oh, zou je dat van mij ook kunnen? Hij zei, oh, verwaan, ik verstoor wel wat je wilt zeggen. Die bloos op dat flutje, die een oude verschiet. Die doet een paar stappen achteruit. Je pakt een revolver uit zijn zak en uit de nieuwste die je nou daar een vloot en schiet ik op haar. Allee, zijn we al content dat golle gelachen heeft ze. Jammer, je gelooft dat we niet geen mensen, maar het is niet altijd zo gemakkelijk voor de mensen om lachen te krijgen, hè. Ik heb over tijd heb ik nog voor een volle zaal gestaan, hè. En heel die zaal, allemaal aan mijn zijde zien, behalve van voorzitter, meneer en een madame. En die man, die kost ik nou toch niet ontlachen krijgen, zeker. Van alles geprobeerd, niks om te doen. Nou, gooi ik er toch een mop in, mensen. Ik denk, als hem door niet meer lacht, is het een Chinees, hè. Heel de zaal broedt van het lachen. Behalve nou. Die vrouw, die zei tegen hem, wat is het nou? Vind je dat nou geen goeie mop? En ik hoor die vent zeggen, jawel, zei hem, jawel. Maar kan die in zijn kop niet, joh, het stond zal toch eens wel lachen, zeg. Na deze zomer zat ik zo iemand op mijn eentje in het park op een bank. En terwijl ik er zo rustig iemand alleen zit, schiet er mij niet eens een goeie mop te binnen. Dan moet ik die direct kunnen opschrijven of zijn ze vergeten. Hè? Ik zoek in mijn zakken, ik vind toch geen stukje papier zeker, maar niks. Hè? Just op die ogenblik komt er zo een jong masker van achter een bosje achteruit. Ik zeg, juffrouw, excuseert me, heb u nou soms geen stukje papier? Zei ze, och meneer, zei ze toch gelijk als ik pak wat gras. Jongeren. En dan zijn er weer moppen die vanzelf komen, hè. Zo herinner ik me nog als ik in de eerste klas zat. Dat is natuurlijk heel lang geleden. Dan vroeg die een onderwijzer, die zei mij, ga daar, zei hem. Noem maar eens de elementen. Ik zei, de elementen, meneer. Water, vuur, aarde, lucht en bier. En die meester, bier, is dat ook een element? Ik zeg, oh ja, meneer, ons ma zei toch altijd, als hij van ons bier gedronken heeft, dan is het een element. Ik ben altijd een heel speciaal kind geweest. Als ik geboren ben, dan trok mijn achterste zo goed op mijn gezicht. Daar zocht er geen verschil tussen. Nee, maar dat zegt waar, dat is zodanig waar, dat mijn moeder, dat die altijd een talk op mijn gezicht kreeg. Ik vroeg mijn aan nog altijd af voordat hij toen met een toeter stak. Als ik zo in het begin op stil was, dan was ik nogal een naïef ventje. En ik moest op een keer eens een commissie gaan afgeven bij een van de gasten waar ik werkte. En ik kom daar, ik bel die madame door de open, een charmant vrouwke, zo in een peignoirke zo, en die loopt maar binnen. Zet u neer, vriend, zei ze. Die schenkt mij een borreltje in voor haar hoek. Nog een borreltje en nog eentje. En dat vrouwke zit zo tegenover mij met dat peignoirke en dat veel ze weer me lopen zo, kende dat? Hè? Zei die ineens tegen mij, Tonieke, zei ze, lust het manneke, ik verwitte je maar. Binnen een uur komt André thuis. En die is geweldig jaloers, hè. Zeg maar, madame, ik kan toch niks misdoen? Nee, zei ze, ik weet het, maar ik verwittig hem. Maar als je het zou willen doen, dan verdoe het dat ik er gedoe ben. Ja, geet zo van die vrouwen, hè. Een kennis van mij, die vertelde mij over tijd nog eens. Hij zei, Tonny, is dat nou niet vriend? Iedere keer als ik onverwachts thuis kom, dan vind ik een vreemde vent in mijn kleerkast.
Zeg, amai, dat is aardig. Aardig, zei hij, is waar ik stil kwijt op de deur niet meer, wat ik met een frak moet hangen. En de Camille, dat was nog aardiger, hè, mensen? Die komt dan verwachts thuis en die vindt zijn vrouw in bed met een vrijer. De Camille, gaar, maar die vindt toch perplex voor dat bed. Die zei, hé, hey, wat doe de golder? En die vrouw zit terecht, zei ze tegen haar vrouw. Zei dat nou, zei ze, heb ik het niet gezegd, dat nou stoem maar ik kies. In het moederhuis brengt de verpleegster meneer Oremans zijn eerstgeborene. Die een baby, mensen, die zei zo broon als een kastanje. En die Oremans, die zei nou dat kind, dat zei, wel, zei het, het wil die slukken. Dat zei die van Ongslot altijd alles ombranden. De Gerard, Gerard, mensen, die had die vlakkeie schoenen gekocht. En ons Gerardke was zo fier met zijn nieuwe lakije schoenen. Alleen de eerste avond, dat gaat er met het bal. Hij komt op het bal en hij had maar waarlijk dat hij onze lakije schoenen zag. Hè? Zo blinken, hè. Enfin, hij gaat daar juffrakje al over te dansen. Hij danst ermee, hij heeft zo in zijn armen, maar hij kost het niet laten van altijd maar naar die lakije schoenen te loren. Zo. En in hier zei hij tegen haar, juffrouw zei een proficiat. Ga je de schoen blootbroeks genomen. Zei hij, wat zegt de meneer? En wel, zei hij, dat je echt een schoon blootbroeks genomen hebt. Hè? En dat kind daarf niks niet meer zeggen. Hè? Maar van die een dans is ooit, dat brengt haar plots. En die zei tegen haar vriendin, amai, zei ze, zeg, dat is een nodige. Hè? Die zei dan tegen mij, dat je een schoon blootbroeks genomen hebt. Ze zei, dat klopt. Hoe zou die je dan kunnen zien? Zei die vriendin, amai, zei ze, niet maar kopen dat die man niet komt halen, want ik zei mijn broek vergeten. Zeiden die stoter, zeg. Juffrouw wil eens dansen, zeiden. Joh, dat kind daaraf niet wagen. En die daast ermee. En hij is zo in zijn arm, hè. En weer loert hem nog die lakeien schoenen. Zo. En hier zei hem, hoor, juffrouw, zie na, zei hem. Is dat nou geen zonde? Dat zijn dan even lakeien schoenen en er is al een barst in. Zeg. Een weduwe, die is conciërge in een appartementsgebouw. Na joep een dag komt die een van haar vriendinnen tegen en die vriendin die zei tegen die wijf, zeg, zei ze, zink ik nou goed? Zeg, ga nou niet op spoor? Zegt die wijf, ja. Amai, zei dat. En weet je nou wie dat de vader is? Zegt die conciërge, zeg, zei ze, denk je nou als ik een trap ontkussen zijn, dat ik me dan eerder hier omdroog? Vissen, hè? Dan zit er hier zo heel rustig te vissen. En je weet, zo'n visser, dat zit geheel niet rustig, hè? Dan stond er toch achter die visser een Chinees. En een Chinees, je kent dat, dat is ook heel rustig. En die stond er zo altijd achter die visser zijn rug maar te zingen. Zo. Na minuten, zei die Chinees, niet vissen, niet vangen. Zei die, nee, hè? Die Chinees, mensen, die steekt zo in een vinger in dat water. Die nolt die je terug boven en drankt een vis om. Die vissen denkt, tja, dan moet hij toch vis zitten. Hè? En die vis voert. Die blijft maar nog dat pennetje zitten zingen. Hè? En die Chinees die blijft erachter staan zingen. En dan weet een Chinees zijn geduld. Hè? Nog minuten, zegt die Chinees. Niet vissen, niet vangen. Zegt die belangen niet, je zegt je toch niks. Je steekt weer zijn vinger in dat water. Die Chinees al die rood en drank weer een vison. Die zei, maar wat verdekken nou dode gaat dat? Zei die Chinees, dat is eenvoudig. Je gaat bij je vrouw even met de vinger goed strelen. Hè? Met de vinger goed strelen. Niet was, hè? In de water. Visbed. Die denkt, wat verdekken, dat is te proberen. Hè? Die gaat naar huis. En ook die zijn vrouw is toevallig de trap aan het kussen. Die man die gaat hier stilletjes op zijn tenen achter die vrouw op die trap. En zonder hij te zeggen, gaat hij zo met zijn vinger zo al gauw is zo schoof, zo.
En die vrouw zonder roem te drooien zei hij wel gaar volle Chinese dat er maar weer. Zo heb ik eens gelachen op straat, zei mensen. Ik lag zo heel gezellig te bronen op straat. Is er toch een man die in het water wil gaan? Nou was die zeker zijn zwembroek vergeten. En die had zo van twee bavettetjes van zijn klaren, had die zo ingebonden en daar een slippetje van gemaakt. En ja, dat was niet slecht. Hè? Die loopt ze met die twee bavettetjes, loopt die zo naar het water. Dan zink ik die gewoon. En op dat achterste bavetteke was geborduurd. Dus dan moet niet morsen, alstublieft. En van ver was het nog erger. Dus toen mama's lieveling. En madame, maar die was dan geweldig zwaar van boven zo, hè. En dat mens was 25 jaar getrouwd. En die vroeg dan naar een man, jongen, zei ze, voor onze jubilee is dat dan niet mogelijk. Zou ik die scheren terug ons huwelijksreis doen? En die man is er met dat koud, die zei wel dat ze goed gedacht. Die gaan terug naar datzelfde hotel. Hebben nu terug eenzelfde kamer. En vroeg dan die hotelier, meneer, zei hem, is het mogelijk van ons een diner op de kamer te serveren? Ja, meneer, zei hem, dat kan zeker. Hij zei, maar meneer, zei hem, ik wil het toch verwittigen. Als de garçon zou bovenkomen met een diner, dan is het mogelijk dat wij er alle twee misschien nokt zitten. Oh, zegt die patroon, meneer, zeg gerust, dat ze waar gewoon zijn. Dat komt wel in orde. En ja, die garçon, die komt met de soep naar boven. En werkelijk, die meneer en die madame, die zitten over mekaar, ze van de tafel, alle twee een speernokt. Die garçon doet precies of als hij niks, die schept die soep uit. En die gaat terug buiten. En zij hangt zo over die tafel haar man te bezingen, zo ze zei, jongens, is. Nou, heb ik juist zo gelijk als over 25 jaar terug dat warm gevoel om mijn hart. Hij zei, dat geloof ik, kan ik met je mem in de soep. Een vrouw kwam bij een dokter. Die zei, dokter, zei ze, dokter, man, borsten die joeken toch zo, die joeken. Ik zou alles kapot krabben. Zei die dokter, borsten joeken, madame. Oh, dokter, zei ze, ik heb er geen idee van, joeken. Hij zegt, madame, wat is zin? Die onderzoekt die borsten. Die zei, madame, zei hem, dat is een geval van BTW. Zei die, een geval van BTW. Dokter, wat is dat nou? Ah, wel, madame, zei hem, beter uw tekens wassen. Weet u, mensen, waarom dat een prostituee geen BTW moet betalen? Omdat hij erin komen te liegen. Zo is er in een dorp geweest, er staat er een kerkje. En in dat kerkje, daar staat een beeld van de heilige Catharina. Nou, aan dat beeld zijn normaal natuurlijk twee grote tenen. Hè? Maar een van die grote tenen zit er los aan. Die teen die heeft een geweldige, miraculeuze, genezende kracht. Als ze naar een van die dorpelingen daar ergens pijn heeft, dan gaan die naar dat kerkje, nemen die een teen van die Catharina, wraven ermee over die pijnlijke plots en dat is genezen. Op de maandagmorgen komt er een van die dorpelingen in dat kerkje, die een mens die een had genoeg dicht gedaan van de pijn van het spijn. Die ziet rond in die kerk en er is nog geen mens te zien. Die zegt, het is de ogenblik. Die stroopt zijn broek af, neemt die grote teen van die Catharina, wraaft ermee over zijn zere pluts, terug die teen op zijn pluts, zijn broekje terug aan en naar buiten. Die is goed en wel weg, komt er door een andere van dat dorpje binnen, zot van de taanpijn. Die mens gaat recht naar dat belt van die Catharina, pakt die grote teen, vraagt ermee over zijn zinkend taand, en op die ogenblik komt die kuster in de kerk. Zei die man en zei, kuster, is Catharina buiten geweest? Zei de kuster, ja, zei hem, ja, ze is gisteren in de processen geweest. Kijk, heb gepijst en is hier in getrapt door. Jongen, een mens gelacht ermee, hè. Maar het spijn, dat is een vreselijke ziekte, hè, mensen. Je moet er maar eens mee zitten, hè. Ik ken een kennis van mij, die man die sukkelt er al jaren mee.
Je hebt al van alle dokters gehad, niks gekeurd. Over dat is er toch een kennis van hem. Die zei, jongen, zei hem, voor het spijn is er maar één radicale remedie. Niks beter als een goeie varse paardenvaas. Die zong dat ik de roep is, die man met zijn vrouw met zijn ontouwe Turken kon doen. Die komen er ergens op zo'n binnenwegje op de boten. En die ziet er toch in één keer, mensen, zo'n noep liggen zo. Zo'n noep echte varse paardenvagen, hè. Alleen als smoerde nog, ken je dat? Die vent, die stopt. Als hij die schroomt, dan zei dan zijn vrouw weer iets. Nee, man, niet zei dan, dat is een ogenblik. Hoort ze een notouw, mensen, zijn broek af. Die zit zijn eigen bovenop die noep met paardenvagen. Gelijk als hem de roep ziet, loopt hij een schreeuw. En die loopt gelijk een zot weg, hè. Komt hij een boer uit dat veld. Die zei tegen die vrouw in die notto, hij zei, madame. Ken dat die vent die er wegloopt in die stond dat je met mijn mussenklem weg. Dat is bekankelijk als die vrouw die op de trein stapt met haar katten in haar arm. Dat mens staat op de trein, die had haar kat in haar arm. En die conducteur die sloeg dat portel dicht en die kat weer steert ertussen. Och, armen en dat katteke bloeien, mensen, bloeien. Die vrouw in paniek voor haar kat, die loopt naar die chef van de stoel. Ze zei, chef, ze ziet eens. De conducteur sloeg de deur toe en mijn kat er steert ertussen. Ze ziet eens, geen veterinair. Zegt die madame, zei hem, het spijt me, maar ik heb hier geen veterinair bij de rand. Ze zegt, kan ik tot een trein niet tegenhouden? Hij zegt, maar dan weet je wat u doet. U doet uw zakdoek zo lang rond. Hij vertrekt maar mee, ik zal de volgende stoossen verwittigen opdat ze daar voor een veterinair zorgen. Dat madame en haar katten op die trein nog armen. Ze komen in de volgende stoossen, die trein stopt en er wordt geannonceerd. Dame met bloedend poesje wordt vriendelijk verzocht af te stappen. Er komen 36 vrouwen van die trein. Kwam er een man van een dokter om rood. Die zegt, dokter, excuseert me, maar ik kwam toch eens vragen dat hij me niet kunt helpen. Hij zegt, ik ben 5 jaar getrouwd en ik heb al 6 kinderen. Zegt die dokter, maar meneer, 5 jaar getrouwd en 6 kinderen. Hij zegt, maar meneer, zegt een gebruik toch uw hoofd. Hij zegt, joh, dat heb ik al gedaan, maar dat doen mijn oren zo zie je. In een moederhuis zitten er 2 toekomstige vaders. Ze zitten naar hun baby te wachten. En die ene man die zit er zo heel rustig bij. En de tweede die loopt over een dweer in die wacht zo gelijk een leeuw in de kot. Zegt die tweede, wat is het jongen, zei hem, zeiden ze zijnewachtig. Oh, meneer, zei hem, is het de eerste keer? Zegt een andere, dat zal wel beter, jongen, dat komt wel over. Maar meester, zeven tiende, zei hij. Wat zegt de meneer, zei hem, zeven ting? Ja, jongen, zei hem, zeven ting. Hij zei, meneer, mag ik dan nog nu eens eten vragen? Ja, jongen, zei hem, vroeg maar. Hij zei, meneer, wanneer heeft u nou terug seksueel verkeer met uw vrouw? Zei hij, oh, zei hem, lust, dat hangt er vanaf, of dat ze apart ligt of op de volle zool. Een vliegtuig met vakantiegangers naar Nice. Die komen boven het vliegveld van Nice. En die piloot die neemt zijn microfoon en die annonceert. Dames en heren, wij gaan zo dadelijk landen. Mag ik u verzoeken uw gordels vast te maken? Ons rest alleen nog maar de taak u allen van harte een gezellige vakantie toe te wensen. Nou, vergeet die piloot zijn microfoon af te zetten. En die zei tegen zijn co-piloot, voilà, zei hij, en dan gewoon was een beetje lekker eten. En dan, l'amour, toujours, l'amour. En die aerostes van achter in dat vliegtuig, die hoort dat hij zijn microfoon vergeten is. Dat masker loopt naar vuiver die gewoon te verwittigen. En zo in het halve van dat vliegtuig is er zo'n passagier die houdt die tijgen. Die zegt, juffrouw, je moet ze niet spoeien, ze gaan nog eerst eten. Wel, dames en heren, terwijl dat die gaan eten en de golden taart voor de plaat om te draaien.
ze stonden er toch ook verschillende mannen onder een toeg. En ene die je vroeg dan een andere, hij zei hem, oude ga van stoeme vrouwen? Zei hij, ik niet. Hij zei, van vrouwen die drinken? Zei hij, nou ja. Hij zegt, oude ga van vrouwen die niet kunnen koken? Nou, zei hij niet helemaal niet. Hij zei, verwel, oude ga de maand dan niet gerust. Terwijl dat die mannen onder de toeg zo'n pintje stond te pakken, zitten de vrouwen zo gezellig aan de tafel te toteren. Moet te toteren. En een van die mannen onder de toeg die zei, hoort dat nou toch eens af, zei hem, hoort dat nou eens? Hij zei, nou vrouw, kijk maar af, hoe dat er nog mannen zijn die willen trouwen. Hij zei, je kunt tegenwoordig een poppen gooien kopen voor 3000 frank. Is er een van die vrouwen die zei, ja, er hebben alle mannen meer chance in, een ijzel kost meer. Zei er een, zeg Louis, zei hij, maar doddel dat zuster nou nog zo hard. Zei hij, och jongen, zei hij, ze is wel in haar vierde munt. Oh, zei hij, wat heeft dat er nou mee te maken? Oh joh, zei de andere, voor dat hij zei hij, is het al gebeurd, hè? In een volkscafé, waar dat er door zo'n mannen zitten met de koorten te spelen, daar zitten er andere een biljartje te doen, komen er 3 poters binnen. Die zitten nu aan een tafeltje en een van die poters die gaat naar de koor. Als die terug in dat café komt, beginnen al die mensen in die café te lachen. Beetje nog ding is een tweede poter, die gaat ook naar het toilet. Die komt terug binnen, weer al die mensen in de stammerij in een lach. En die derde poter, die denkt, daar moet ik nou toch maar van weten. Hè? Die gaat ook naar de koor. Die komt terug binnen en weer heel die stammerij mensen allemaal brullen van het lachen. Stot er een man aan een toeg, ook te geren. En die poter gaat er naartoe en zei, meneer, maar ik kan u eens iets vragen? Joh, dat is joh, vroeg maar. Hij zei, hoe komt dat? Ik heb al gezien, mijn collega's en ik nu, als wij van het toilet komen, dat iedereen in het café hier dat zo plezierig vindt. Hij zegt, wat is er aan ons misschien zo plezierig aan? Hij zei, wel jongens, hij zei, zelf niet door te liggen. Hij zei, dit heb je gezien, bouw het pisaan, dat er zo'n schilderijke hangt van zo'n schoenjonk, nokt maske, met in de midden zo'n droge tros. Zei die poter, ja, en dan? En wel, zei hem, iedere keer dat er iemand die een droge tros op heeft, hè, dan gaat er een in de stammerij een rood liedje over. Ja. Ken het verschil tussen een pullover en een pasgeboren kind? Wel, een pullover die wordt gemokt met 2 premen en niet in een bol. De sorel, die kwam wel later het café binnen. En zijn vrienden zeggen, nou wel, waar hebben we gewoon zo laat gezeten? Zei de sorel, mijn vrouw heeft een kindje gekocht. Allee, zeg, ze proficiat. Hoe is het, gaat ze de beurs geven? Zei de, onder de ene kant wel, en onder de andere kant niet. Zeggen die, amai, dan gaat hij een nodig model krijgen. Zei de Frans, ze is curieus, zei de, wat dat bij mij zal zijn. Die van mij zo kon sporen. En wel, zei de sjorel, als ze van boven droogt, dan is het een jongen. Droogt ze van onder, dan is het een masker. De sjorel komt thuis en zei, zeg, zei hem, hoe droogde je van boven of van onder? Zei ze, ik, in de midden. Zei hem, ik heb niet gedacht, de man wordt een balletdanser. En dan die entraîneurs, die naar haar talk in de baars, morgens vroeg, met haar voiteur naar huis rijdt. Op de boom moet ze iets zakje blazen voor de alcoholtest, hè. En die gendarm die bezet dat resultaat. En die zei dan, maar juffrouw, zei hem, ga je het van de nacht nogal wat binnengedaan? Allee, zei ze, kun je het in dat ballonnetje ook al zien? Jongen, op de straat gebeuren er ook plezante dingen, hè. Zo zijn ze ergens een even stierweg aan het aanleggen. En er is er zo'n man bezig met zo'n machine voor de kassaaien in de grond te stoempen. Weet je wel, zo... Je kent dat zo, hè. Maar dat is zo'n farme vent, hè. En het is in de zomer, die stond er zo in zijn bloed bovenlaaf. Schoenbron gebraand, zo. Stond hij er met dat machine, maar zo... Dan stond er een homoseksueel op te zien. En die neemt die vent maar in doegen en hier zei hij...
Zeg, zei hem, als je strak gedaan hebt, kom je dan bij mij eens niet op de hoek een pintje drinken? Ja, die jongen, dat is kwijt, dat is afgesproken. Maar ja, zo zei hij gedaan en je vindt, je denkt er niet meer op, die godroos. De dag nog ding, stond hij er terug te werken. En die oma die komt voorbij en bezet hem zo en zei, hey, plezante, heeft me geplakt gisterenavond, hè? Zei hij, oh, als je die mok dat gewicht is, zal ik dat machine in mijn rug duwen. Zei hij, oh, salut, ga, allemaal beloftes. In Antwerpen kwam er een schip om. En die hadden een matroos aan boord die dringend moest geopereerd worden van een appendice. Ze brengen die naar het dichtstbijzijnde hospitaal, maar dat lag naar stampende vol. Maar omdat dat een dringend geval is, leggen ze die matroos op de kinderafdeling. Die jongen wordt geopereerd van die appendice. Na die operatie brengen ze die terug op die kamer, leggen hem terug in zijn bed. Maar ja, die jongen is nog in narcose, die slaapt nog ervan. En een van die jonge verpleegsterkes die zei tegen een vriendin, oh, zei ze, we gaan eens lachen. En die pakt er wat zo'n berken, zo'n bijbeekje uit. En ze legt dat kindje in de arm van die matroos. Na een tijd wordt die jongen wakker. Die ziet dat kindje in zijn arm liggen en die zei, oh, zet hem, wat zal de machinist blazen? Zo was er toch een schoolmeester en die had er ook van, zeg. En die zei op een dag tegen zijn studenten, jongens, ze het hem luisterd, hè. Er zal een dag komen dat er nog alleen homoseksuelen zullen zijn. En een van die studenten die zei, allee, meneer, zei hem, wie gaat er dan zorgen voor het nageslacht? Zei hij nog erbij, ja, zei hem luisterd, jongen, vuilorden zullen er altijd zijn. Zo is er een jong koppel en die laten hem bij een dokter onderzoeken vooraleer dat ze gaan trouwen. Na het onderzoek zegt die dokter, meneer, zegt hem, het spijt me, maar uw bruid heeft te veel eiwitten en u zelf hebt te veel suiker. Hij zei, er kan niks van voortkomen als hoogstens wat niet patijkens. Ja, maar dat zingde hij. Hè? Dat zegt zingde, want wanneer kan een man dan nog gelukkiger zijn als de dag dat hem trouwt. En er is er iemand die zei, wat is uit hem in bad? Hoe zei het een ander in bad? Ja, zei hem, dan ben ik ook altijd zo gelukkig als ik erin zit. Ergens op de boten is er een vader en die wil dat zijn zoon de genoegens van de liefde leert kennen. Hij zei, jongen, je moet eens naar de stad gaan, naar de maskers van plezier. En hij steekt zo van boven in de vestjeszak van die zoon een briefje van 1000 frank. Zegt je vader, zo is de jongen, zei hem, en die moeten hij allemaal opdoen, hè. Maar je moet het goed leren, hè. En s'avonds laat komt die jongen terug, thuis. En die vader, curieus, hij zei, ah wel, zei hem, jongen, dat was geweest. Zei de manneke, goe, vuil, goe. Dat je zei, dan kan je lachen, zei hij. Ja, we gaan me zeven, zei hij, kan je lachen. Zei die vader, gelachen. Ah ja, vrouw, zei hij, stel dat voor. Er waren zo vier van die mesjes, hè. En die zaten alle vier zo rond mij. En die waren maar rondvuilen, zei hij. Alle vier hier van vuur, zo in mijn broek, hè. En zei hij, hier van boven in mijn zak zaten ze, zei. En gelijk die man die het thuis komt, die zei dat zijn vrouw, schatje, zei de mok toe geriet en legde we op bed, die kwam direct. Zei die vrouw, och, sukkeler, dat is meer dan 5 jaar geleden. Zei, dat zeg ik al allemaal vergeten. Zei. Och, zei hij, ik zal het terug leren. Die vrouw denkt, joh, je kunt het niet weten, hè. Die gaat naar de badkamer met haar eigen fris, die doet haar schoon babydolken aan en ze legde er op haar bed. Zoet zo stil is er een man op de trap komen. En ze legt haar eigen in zo'n verliefde houding, zo, hè. Die man, die doet heel stilletjes die deur van die slopkamer open, die steekt zijn kop zo eens binnen en die zei, woehoe, het is de 1e april.
Dat was een kampioenzwemmer. Nou was er een wedstrijd in het Albertkanaal. En de Morris en vrouw ging altijd mee naar de wedstrijden. Voor hem te soigneren en voor hem aan te moedigen. Enfin, ze vertrekken. En de Morris direct leidt hem voorop. Zijn vrouw die loopt even om op het kanaal zo voor hem aan te moedigen. En in één keer begint die Morris te verzwakken. Zodanig dat de ene na de andere hem passeert. En uiteindelijk, de Morris hangt nog de lessen en die komt uit het water. Uit. Die vrouw die gaat erin en zegt, wat is het nou jongen, wat is het nou joh? Zegt hem lustig kind. Kan er niet om doen, maar... Heb je dat jong ding niet gezien, die vuil raar zetten met die verlouder, met dat minirokske? Zeg, zijn ik een vent gelijk naar een andere zetten, maar ik kost geen manoeuvre er niet afslogen. En, joh, zei hem, blijf overal tussen het lies hangen. Zei die vrouw, joh, maar afvaan, zei ze, je zit een goed kampioen in terugzwemmen. Voor wat ze dan op een rug niet voortgezwommen? Joh, zei hem, ga je komen en al die bruggen dan? Toen was er ergens een land en daar zaten ze in moeilijkheden. En door die moeilijkheden was die regering door geweldig streng. Dan werd er een wet gestemd dat al de boeren die schapen hadden een bepaalde hoeveelheid wol moesten binnenbrengen voor de staat. Daar is er een jonge boer die nog niet lang daarvoor wol heeft verkocht en die jongen die komt niet toe. Op een middag zitten ze allemaal aan de tafel en die jonge boer bang voor de straf die erop stond. Die ziet zo, en zijn grootvader, die bij hem inwoonde, ziet ook aan de tafel. Dat was dat zo'n avond boer met zo'n lange grazen boord. Die jonge boer zonder iets te zeggen, gewoon naar de kast pakt een scheer en knipt zonder een woord te vertellen die grazen boord van die grootvader af. Voor dat onder zijn wol te mengen zo. Maar tegen dat hij terugkomt, is die grootvader verdwijnen. Overal gaan ze door naar zoeken, vinden die niet. Uiteindelijk vindt hem die grootvader in de nof boven in een boom zitten. Zei hij, wat doet het erna? Zei hij, kom op beneden. Zei die grootvader, nou. Zei hij, ik heb binnen op de kast een briefje zien liggen dat gang er daar moet binnenbrengen. En ik weet dat je maar 98 hebt, dat je maar niet meer. Op een fabriek is er een meestergast en daar is een beest van een vent. Hè. Maar een echte beest van een vent. En een van die gasten, die kan de hout op zijn gezicht niet wegstoppen. En op een dag stond die meestergast erbij en die zei, hey, zei hem, als ik kiek moest starven, dan word ik zeker de eerste voor op mijn graf te komen spieken. Hè. Zei die gast, dat zei de van nee, dat ik door voor ons geworden. Ja, en zo'n model ving dat nu ook tussen de vrouwen. Hè. Toen is er een madame... En die komt ergens in een winkel een molbaan kopen voor haar noemt. Nadat die man al van alle modellen had laten zingen dat dat mens er een bibbel nog in een minuut had gehouden. Allee, uiteindelijk vindt ze modelletje dat daar dan toch zou passen. Die vent kapot van de zenuwen, zei die madame. Moet ik hem inpakken of voor de meneer zoep zitten? Ze vertelt er toch in een vriendin dat er een man zo geweldig snurkt. Allee, zei ze, ja. Hoog, zei ze, ik doe genoeg toe. Hoog, zei ze, dan zitten ze vanaf. Ja, zei ze, ga met eens komen, mooi masker, zei ze, die van Maya dat doek. Ze zei, dat zit van niks. Als hem zo snurkt, hè, dan ligt hem op zijn rug. Je trekt zijn twee benen zo vaar mogelijk open, hè. En je zult zien, zei ze, dan, dan valt er, zo'n zak voor dat gat, hè. Dan is die valse trek weg, zei ze. De directeur, die laat een van zijn bedingde bij hem roepen. En die zei, luister, die vriend. Nou, zei hij, ga hier 4 jaar bij mij in dienst. Hè? Hij zei, maar ga stelt gelijk de roven. Je hebt een verhouding met mijn vrouw. Mijn dochter heeft een kind van haar. Hij zei, die na je nog gevochten met een boekhouder. Hij zei, Baptiste, dat erna nog gebeurt, vliegt de boot. Er zijn tegenwoordig mensen die voor alles in staat zijn. Hè? Over tijd is er nog een traan overvallen. Een paar gangsters die sprongen die sloopwagen binnen. En niene die riep, al uw geld en uw juwelen. Of we scheten al de mannen neer en we verkrachten al de vrouwen. En zo'n oude moedige man die is terecht en die zegt, u zult de dames met rust laten. En van achter in die traan is er een oude juffrouw die zei, hé, moet je met je wagen weer, valt er uit een traan, ga je vaar.
Een hardhoerige vrouw komt bij een dokter met klachten, ja, betreffende het kieren van de jaren zeker. Allee, die dokter onderzoekt die madame en die zegt, oeh, dat is niet van de poes. Dat moet ik opereren. Maar dat mijn zoer bekend. Die zei, wat zegt de dokter? Hij zei, madame, komt u volgende week eens terug. Hij zei, dat is niet van de poes. Dat moet ik opereren. Die komt thuis en haar man zei, wat heeft de dokter gezegd? Hij zei, stak volgende week me terugkomen. Hij zei, terugkomen, waarom? Ja, zei ze, die heeft gezegd, dat is een ferm poes. Die moet ik fotograferen. Twee vriendinnetjes zitten in de cinema. En die zei tegen de ander, zegt Nicole, die jongen in even mij, hè, die doet altijd zijn tiret van zijn broek open en toe. Zei die ander, och, zei ze, laat hem doen, hè. Ja, zei ze, maar dat doe je altijd met mijn naam. Twee soldaten die afzwooien. Het is dan voor de laatste keer zomer in hun stamlokaal pintjes te drinken. Om het afscheid te vieren van een troep, hè. Maar ja, uiteindelijk, de Louis die moet vertrekken. En het afscheid is droevig. Alleen ze spreken af om het jaar erop dezelfde dag mekaar terug te zien in datzelfde café. En ja, mensen, een jaar later, de Louis die komt er binnen en de Riek staat aan een toeg. Zei de Louis, maar Riek, jongen, dat vind ik nou formidabel. Dat had ik nou nooit gedacht. Van er weer vandoor terug te zingen. Het hier ik terug te zingen. Ik ben hier nog niet weg geweest. En nu nog twee boze vrienden. Maar dan niet bij het leger. Integendeel, dit gebeurde in een ouderlingenhuis. De Prosper, een oude mens die een is in de nof ontwandelen. En ja. Wat moet zo'n mens al doen voor zijn eigen tamuseren in die hof? Watert hij zo zijn naam in het zand? Kende dat? Die stond er zo te wateren en zo zijn naam zo in het zand. Zo. Maar gerokt hij toch niet verder als Prosp. En die E en die R krijgt hem niet meer bij. Juist passeert zijn kamerad. Hij zei, Gaspar, kun je gaan die E? En die de lijst niet boapjes. Dat die ozen gemakkelijk. En zij moet dan moeten gaan vasthouden, want die kan niet graven. En dan nog die man die van een dokter komt en die zei de dokter. Zei die mens, Dokter, zei hem, neem me niet kwalijk, alles is formidabel. Hij zei, maar mijn vrouw stuurt me, zei hem, voor te vragen of dat niet mogelijk is van mijn vorige terug te hebben. Zei die dokter, jommer, meneer, zei hem.